De particuliere lijnbushoudersorganisatie, de PLO, heeft gisteren haar marktconforme tarieven ingediend bij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. PLO-voorzitter John Mahadeo Singh zegt in gesprek met onze redactie dat de organisatie haar huiswerk heeft gemaakt en dat ze nu wachten op een uitnodiging om de tarieven te bespreken met de TCT-minister en zijn team. De tarieven die zijn gecalculeerd, zowel de PLO als TCT-deskundigen hebben gisteravond samengezeten en we hebben nu een nieuw calculatie gemaakt. Nou, nieuw, we hebben een vergelijking gemaakt en we zijn tot overeenstemming gekomen en dat hebben we aangeboden aan de minister. Het is nu des ministeries wat ze ermee gaan doen. Wij zijn gegaan marktconform, dus geen subsidie meer. De vorige week hebben de bushouders na een verzoek van vicepresident Brunswijk de acties opgeschort. Mahadeo Singh geeft aan waarom de vicepresident in eerste instantie had besloten ze op te roepen voor een gesprek. Ik denk dat de VP als bemiddelaar voor de bushouders die hem gevraagd hadden, dus de organisatie heeft de PLO, de organisatie PLO heeft nooit de PLO, de vicepresident benaderd. De vicepresident is benaderd door een groep bushouders. En daarna hebben ze me opgeroepen om te kijken wat er aan de hand was. We hebben die uitleg gegeven. Maar in onderhandeling zijn we nog steeds met het ministerie, niet met de vicepresident. De overmakingen van de achterstallige gelden van de maanden december en januari staan reeds op de rekeningen van de organisatie die morgen overgaat tot betaling aan haar leden. Het is onze redactie niet gelukt een reactie te krijgen van TCT-minister Albert Jubitana omtrent de voorstellen voor de nieuwe tarieven.